Hey Peter. Hallo Tom. Mag ik jou verwelkomen in Mordor? Dat mag. Ik ben altijd ready voor een avontuur in Mordor. Jij wandelt zo naar binnen. Ik wandel in Mordor. Ja, jij wandelt in Mordor inderdaad. Met de Ring of Power. Met de Ring of Power. Inderdaad. Dat is wel een dingetje van dit spel. Ze hebben een nieuwe Ring of Power. Je moet de lore niet te serieus nemen. De lore is echt over de brug gegooid. Oké, maar dat zeg je even in een bijzin. Maar weet je, dit spel is vermakelijker als je opzij zet dat het niet helemaal oké is met de lore. Ik bedoel, Shelob, nota bene, nooit als een persoon neergezet, altijd als een spin, is nu een hete chick. Er is in één keer een nieuwe Ring of Power die nooit beschreven is. Het is neem de lore niet te serieus. Oké, nou goed, als Lord of the Rings fans dat kunnen, ik als Star Wars fan zou helemaal gek worden. Maar goed, als Lord of the Rings fans dat kunnen, prima. Ja, geen lore. Het is canon, maar neem het niet te serieus. Is het canon? Ze hebben het canon gemaakt, maar laat je. Maar ze hebben ze officieel gezegd dat het is canon. Ik weet niet of het zo officieel canon is, maar ze hebben de rechten en de mogelijkheid, dus ze hebben er iets van gemaakt. En het is een goede game als verhaal zijnde in de Lord of the Rings franchise. Nee, niet heel sterk. Hey, hoe heet deze guy? Het is dezelfde guy, toch? Ja, het is Talion en Celebrimbor door elkaar. Ja. Dus de magische elf die de ringen notabene gemaakt heeft. En Talion de ranger die in het vorige deel op Revenge uit was. Ja, we krijgen weer een beetje dezelfde gameplay nu te zien. Een beetje zoals we dat kennen van Batman en van Assassin's Creed. We hebben het zo vaak al beschreven met Shadow of War en de previews en zo. Maar het is echt heel letterlijk een voortzetting van het eerste deel. Dus alles wat dat heeft en dan groter. Dus grotere open wereld, meer mogelijkheden, meer dingen om te verzamelen. Sowieso meer open wereld vibe. Wacht even, kijk jij nu door het oog van Sauron? Nee, dit is niet het oog van Sauron. Dit is een van de soort van mini-oogjes die Sauron ergens plaatst. En basically zijn dit gewoon klim de torens, zoek naar de dingetjes die te doen zijn in de open wereld. Oké, Tolkien draait zich nog een keer om in zijn graf. Ik zei toch, neem dit niet serieus. Nee, oké. Van mij had dit ook niet gehoeven, weet je wel. Laat mij gewoon los in de open wereld. Ga niet verplicht voor mij torentjes maken waar ik dan is heel het verplicht? Nou ja, het is niet verplicht, maar ik wil de open wereld verkennen en completionist gaan. En dan moet je dus ook completionist gaan eerst op torentjes voordat je de rest mag vinden. Ja, precies. Dus ik heb zoiets van, joh, laat me gewoon met rust, laat me gewoon mijn ding doen in die open wereld. Maar dat durven ontwikkelaars vaak niet. Wat Nintendo deed met The Legend of Zelda, dat echt mensen de wereld in flikkeren, dat durven heel veel ontwikkelaars durven dat gewoon niet. Ja, nou ja, ik moet wel zeggen dat Warner Bros. En Monolith doen het hier ook heel goed. Maar de wereld is een wat meer systematische open wereld waarin je wel helemaal vrij mag gaan. Maar het moet wel volgens de regels van het Nemesis-systeem en het hele procedural ontdekken van alles. Het Nemesis-systeem krijgen we straks nog te zien, neem ik aan. Ja, uiteraard. Heen. Sterker nog, hier ga ik er zo eentje te pakken nemen. Want ik dacht, hey, hier is een collectible die ik net heb gevonden. Dus laat ik deze guy even overnemen. Dan kan ik wat intel krijgen natuurlijk over het Nemesis systeem. Dus ik zie hier, het is een nieuwe area, dus ik heb hier nog geen orks gevonden eigenlijk. Maar ik kan er wel hier eentje kiezen om wat intel van te krijgen. Oké, dan mag je dus zelf kiezen waar je intel over wil. Ja. En dan kun je ook zeggen van, oh, ik zie dat er hier een bloodbond is tussen een twee. Dus misschien dat ik dan die ene wil, zodat ik dan makkelijker die andere kan pakken. Nou goed, Dienst Guy's hoofd is... Hoe schreeuwt hij nog? Literally unplayable. Er klopt niks van. Maar goed, weet je, ontploft hoofd of niet, ik ga even rustig aan kijken naar een collectible. Ja, dat krijg je ervan. De hoofd kapot. Ah! Ja. Gooi er nog een Wilhelm Scream uit. Maar goed, ik heb hier eentje gevonden. Dat is niet de guy waar ik intel over had. Dus je ziet hier ook, ik weet niet wat zijn zwakke punten zijn. Ik zie hier alleen wat zijn sterke punten zijn. Dat is niet zo fraai. En toch heb ik zoiets van, nou, kan die guy wel hebben. Level 14, sure, fine. Gaat wel lukken. Want dat matcht ook aan jouw level? Nou, nee, niet specifiek. Je eigen level... Weet je wel, de orks zijn een beetje procedural mee, maar captains hebben wel hun eigen level kunnen sterker worden. En sommigen zijn dus ook echt gewoon heel veel sterker dan jij bent. Oké. En dit is dus een captain. Ja. Stel, ik schakel hem uit en ik maak zijn kamp zwakker, dan maak ik het fort, wat er bovenaan staat, natuurlijk weer zwakker. Maar dat is wat... Uiteindelijk moet je het fort veroveren. Ja, en dan heb je natuurlijk in verschillende regio's verschillende forten om te veroveren. Elk met hun eigen procedurally generated statistieken en bazen erin. Hey, de combat is... Ja, ik zie weer de eieren boven het hoofd spannen. Meteen een soort Batman Arkham counter. Ja, zeker. Dat systeem kennen we natuurlijk ook uit het eerste deel. Kennen we uit Batman. Kennen we uit Mad Max, notabene. Ja. En het is weer hetzelfde. Weet je, we gaan zo ook nog kijken naar wat verdere abilities. Maar het komt heel erg op hetzelfde neer. Je krachten zijn ongeveer hetzelfde. Het is dat... Van hot naar her zwiepen, counteren wanneer nodig en zo. Het is niet moeilijk, maar het kan wel lang duren af en toe. Als je echt drie captains hebt in een grote groep met 20 van die orks eromheen, dan is het wel heel veel counterfest, zeg maar. Ja, precies. Maar wel lekker en het ziet er mooi uit. Ja, dat zeker. Het speelt ook gewoon lekker weg. Ook op Xbox One. Dit is de Xbox One versie die we hier zien.
Okay. Hij is op Play Anywhere op PC en hij is natuurlijk ook te krijgen op PlayStation 4. Ik vind dit er al heel erg fraai uitzien. En groot vooral. Je kunt lekker ver kijken. Ja, je bent ook... lange game is het. Het is een grote game. Diepe game ook vooral. Het Nemesis-systeem is echt dieper dan ooit. Ze hebben veel meer statistieken nu, veel meer eigen dingetjes. Ze kunnen op nieuwere manieren terugkomen uit de dood, op andere manieren op je gaan jagen. Ze hebben nu specifieke loot die ze droppen, maar bijvoorbeeld als jij een tof zwaard hebt, dan kan een ork zijn die gewoon jouw zwaard breekt als een fucking tandenstoker en zo, dan krijg je een speciale missie om dat zwaard terug te krijgen. Ook nog een quicktime event. Ja, dat was als je bijna dood was, toch? Dan heb je één manier om te redden. Ja, de dag. Die worden wel, naarmate je ze meer in één gevecht krijgt, worden ze wel steeds sneller en steeds moeilijker. Dus je kunt niet oneindig lang dit quicktime event blijven spammen om jezelf in leven te houden. Oké, duidelijk. Wat is eigenlijk zijn... Oh, wacht. Wat hebben we hier? Dit is de market. Dit is... kun je dingen kopen. Hier kun je dus daadwerkelijk dingen kopen. Lootboxjes. Ja, ze zitten erin. Ja. Ook Shadow of War heeft ze. Het is ook het enige wat die te koop heeft. Ja. Je kan niet meer gewoon een item kopen, het moet altijd in een lootbox. Nou, die lootbox je kon sowieso geld? Geen items kopen. Je kunt alles verdienen. Je kunt orks verdienen, je kunt orks vinden. Maar je kunt ook met geld betalen. Je kunt ook met geld betalen of met de currency die je vindt in de wereld. Kun je een paar van die lootboxes kopen. Maar dit is echt, ik rol pure poep hier. Ik krijg dus letterlijk gewoon een boog en een cloak. De gear die je kan verzamelen. Maar goed, die dropt ook van letterlijk elke captain die je zou killen. Maar... wat is nou zijn doel in het spel? Is hij in Mordor om gewoon Mordor over te nemen? Nee, het volgt het eerste Shadow of Mordor op. Alleen er is nu een grotere oorlog gaande en ja, je moet nog altijd Sauron verslaan. Je moet niet sorry, het verhaal te serieus nemen. Sorry, je bent gelijk geïrriteerd als ik weer een vraag stel over sorry, oké, we gaan niet naar het verhaal kijken. Sowieso heb ik het verhaal hier ook een beetje uitgeknipt. In ieder geval de cutscenes en dergelijke. Oh, vette cutscenes. Het zijn mooie cutscenes. En ik denk als Lord of the Rings fan is er sowieso heel veel om te ontdekken in deze wereld. En zullen de cutscenes ook wel interessant zijn, omdat je bepaalde dingen terug gaat zien die je misschien niet in de films of in de boeken zoveel zag of overlas. Dus dat is tof. Maar het is niet een of ander Oscar-winnend verhaal. Maar ik wil dat gewoon even weten. Wat is zijn doel? Nou, hij gaat Sauron verslaan door middel van zijn film ook dingen over te nemen. Eigenlijk overnemen. Met een nieuwe ring dus. Met een ring die basically de Ring of Power is, maar dan zonder taint te zijn door Sauron. Dus het is de goede ring en daarom word jij de Bright Lord. Mooi. Ja, dat is ook wel leuk. Die ring is opeens gevonden. Nee, die hebben ze gemaakt in het laatste... tussen deel 1 en deel 2 hebben ze de ring gemaakt, spoiler alert. Ja, precies. En waar speelt het zich af in het verhaal van de boeken? Daarna of ervoor? Het is allemaal tussen de Hobbit en Lord of the Rings in, als ik het goed heb. En dit is dus gewoon lekker levelsysteempie? Ja, dit zijn dus een paar van de abilities die grofweg hetzelfde zijn als in het eerste deel, maar nu iets meer soort van speciale bonussen en zo erbij kunnen krijgen. Ik vind de game ook kleurrijker dan het eerste deel, want ik vind dat heel fijn. Ik vond het eerste deel veel te grauw. Daar werd ik op een gegeven moment zo chagrijnig van. Ja, het is nog steeds Mordor is inmiddels wel overrompeld door oorlog, maar dat wil niet zeggen dat er niet een paar mooie uitgezichten in zitten. Nee, maar het is ook wat groener en wat, nou, gewoon wat meer kleur. Ja, wat lichter, wat vrolijker misschien. De game weet ook heel erg van zichzelf dat het een game is. Sterker nog, sommige orks spelen er een beetje op in. Zo van, we zijn procedurally generated. Dus ik kom terug omdat het een leuke game is. Niet omdat het heel logisch is of zo verder. Oh, wat vet. Nou goed, ik heb hier nog een assassin gevonden. Dit is wel onderdeel van een story mission. Waarin ze dus ook iets meer leren over hoe het Nemesis systeem werkt. Maar ik dacht, laten we deze guy een van zijn fears op inspelen. Dus dat zijn de flies die ze nu... Die nu letterlijk de flies maken de kill, niet ik. Oh, wat vet. Dat is wel zo handig. Ja, die gooi je in het bovenste hoofd kapot. Ja, en dat bijenkorf. En dat triggert dan natuurlijk een vieren van hem, omdat ik dat van tevoren al ontdekt had. Ja, precies. En hij toevallig eronder loopt. Ja. Nou goed, weet je wel, dan kun je ook een beetje tactisch spelen. Dat is altijd wel leuk. Er zijn ook weer meer beesten om ze mee te kunnen verjagen en dergelijke. Het allemaal van die gekke dingetjes. Dat is leuk. En natuurlijk loot. Want als er een captain doodgaat, claim die loot. Je hoort de voice acting. Brits. Dit is een perfect opportunity. Ja, mooi. Ja. Britse orks zijn ook vet. Ja, sowieso, ze hebben echt vaak zo'n cockney accent. En dan ben ik al wild van ze. Ja, het is leuk. Die orks, ze hebben er zoveel meer op ingegaan. Of de Uruk-hai, moet je eigenlijk zeggen. Ja. Het is zo duidelijk als het Nemesis systeem zo groot is. Toch niet kennen, ik noem het orks. Lelijke dwergen noem ik het. Ja, maar orks zitten er ook in, maar dat zijn wel net anders. Ja, maar nou niet de lore erbij gaan halen. Want het is toch allemaal niet kennen. Dus ik mag het noemen hoe ik het wil. Volgens mij is het wel kennen, maar ik zeg gewoon... Als je dit spel maximaal wil... Als je er maximaal van wil genieten... Denk er dan niet te veel over. Nee, doe ik dat niet.
zitten. Dat behalve is altijd elk moment. Hetzelfde ook dat ik hier allerlei leuke pakjes aan kan doen, maar in de cutscenes heeft hij nog steeds zijn standaard kleding aan. Dus het, ja. Oké, nou, maar het speelt heerlijk, toch? Het speelt wel echt heel erg lekker. En als je Shadow of Mordor leuk vond, dan is dit gewoon echt het perfecte vervolg. Want ze weten precies wat Shadow of Mordor sterk maakte. En in Shadow of War is dat gewoon zoveel groter geworden. Met meer stats erachter, meer systematische leuke dingetjes in de gameplay. Het is ontzettend leuk om op orks te jagen en ook om op orks gejaagd te worden. En ze zitten dominaten, maat. Er zit er eentje in met een banjo. Dat is wel echt heel vet. Dit is fuck yeah. Hey, en je haalt gewoon even een achievement. Ja, the rule of three. Comedy comes in three. Die stap. Diefstal van Star Wars. The Rule of Two is van Star Wars. Is dat zo? Ja, er zat één master en één apprentice bij de Sith. Okay. Die tweede regel. En dit is ook... basically is Celebrimbor een Jedi en Talion een Padawan. Is hij de Force? Ja, ik bedoel, ze hebben ook zo'n blauwe schim. Ja, nu ik erover nadenk. Wow, vet. Oké, dit is echt heel cool. Ja, dat vind ik leuk, als de omgeving een beetje... Ja, deze guy leeft nog, dus ik had zoiets van... Hey, ik ga nog wat meer intel verzamelen. Ja, dus één koppertje. Goed, hier zie je ook dat ik iets verder ben. Hoeveel van die dingen zijn er? Hoeveel van die dingen? Van die forten. Er zijn meerdere provincies en elk provincie heeft zijn eigen fort. We gaan zo nog even uitzoomen op de map, maar ik ben nog vrij vroeg in de game, dus je gaat niet de hele map zien. Maar ik geloof dat het sowieso wel een handvol aan goede forten is. Je gaat de review ook niet doen. Ik ga de review ook niet doen. Dus ik ga mijn best doen geen conclusie te vormen. Ik ga niks vinden over dit spel. Jawel, je vindt het superleuk. Het is ook superleuk. We zijn bijna aan het einde, maar ik denk, laten we nog even snel een beetje loot gaan verzamelen. Omdat het toevallig heel erg... weet je wel, de game heeft lootboxes, maar het smijt ook wel echt loot in je gezicht. Dus als je een beetje de moeite voor doet, heb ik het idee dat je de lootboxes nooit echt geld voor zou in hoeven leggen. Nee, precies. Maar we krijgen geen fort te zien in deze ding. Ik heb een fort, maar dat is nog door de men bezet. Dus ik heb nog geen fort aan kunnen vallen. We hebben genoeg video's van, jongens, dus check dat ook. Daar hebben we sowieso een gameplay video van vanaf Gamescom, toevallig. En dat is ook op PlayStation 4, als ik het goed heb. Maar dat is een heel uitgebreid fort battle met Leon. En we hebben de video preview natuurlijk ook gehad, waarin ook beelden van forten voorbij zouden komen. Ja. Nee, dat je het weet, hè, dat we alles toch wel doen. Maar ja, we verschillende doen video's. We hebben gewoon series tegenwoordig. Ja, inderdaad. En dit is toevallig dan mijn echte gameplay. En de forten komen gewoon niet meteen in je gezicht. Nee. Dat is echt... Euro 4 hoorde ik van Niels. Voordat je bij de vochten aankomt, jazeker. Nee, dat was een beetje zijn forte. Netjes. ik miste een woordgrap hierin. Ja. Dus bij deze geregeld. Dit is de map. Dus je ziet dat ik nog niet heel ver ben. Nee. Ik zit hier wat, denk ik, 3-4 uur in. Ik heb wel één area al volledig uitgekampt met alle collectibles, omdat ik zo ben. Gaan mensen waarschijnlijk... Ja, maar dat heb ik ook heel erg. Ja, maar dat is heel lastig als je gaat reviewen, want dan moet je snel door een game heen. Maar dan heb je altijd zoiets van, nee, ik wil eerst alles uitkammen. Ik ben ook bezig met Mario, dit is echt hetzelfde verhaal. Ik kan gewoon niet verder, want ik wil al die manen. Je bent nog bij World 1-1. World 2 ben ik gewoon. Oh, damn. Maar. Ja, damn. Echt bizar. Ik ga echt langzaam. Dus de review, jongens, die zien we over een maand of drie. Ik heb nog anderhalve week. Oh, kijk. Maar goed. Shadow of War, joh. Ja, leuk, man. Ik ben echt helemaal in de Shadow of War. Wat? In de war. Nee? Van die andere sterker. Ja, oké. Dan sluit het nu af. Ja, nee, dat was het. Dankjewel, Tom. Dankjewel, Peter. Tot de volgende keer. Doei. Is dit niet het moment waarop we moeten zeggen dat mensen ons moeten volgen? Ja, dat hoor je wel eens inderdaad. Facebook, dat je dat dan heel vaak moet geven. Een blauw duimpje, abonneer. Ja, ja, inderdaad. Twitch. Je hoort wel eens dat je dat soort dingen moet pluggen. Ja, ik had iets van... Nou, zo goed. Ze vinden ons wel. Oké, nou, bij deze...